Eindhoven telt tientallen maatschappelijke organisaties. Maar wat doen zij eigenlijk en wie werken er? In Mensenwerk nemen we elke week een kijkje achter de schermen. En vandaag zijn we te gast bij Robin Hood. Ik ben Kim Schol, ben trajectbegeleider bij Stichting Robin Hood in Eindhoven. Stichting Robin Hood is een sociale horecaonderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dat kan heel divers zijn, een kans geeft om of terug te keren in de horeca of daar een mooie plek kan vinden om daar voor een langere tijd werkzaam te zijn. Als trajectbegeleider coördineer ik de trajecten en dan gaat het om leerwerktrajecten, activeringstrajecten en dagbestedingstrajecten. En begeleid ik de leerlingen van begin tot eind dat ze bij ons werkzaam zijn. En bij leerwerktrajecten gaat dat bijvoorbeeld over de instroom, de opleiding die ze volgen, theoretisch en praktisch. De uitstroom, stages, samenwerking met andere partners. En dan kan je denken aan als het gaat om instroom bijvoorbeeld met UWV of de generalisten van Wij Eindhoven. Maar ook als het gaat om uitstroom natuurlijk over de horecaondernemers. Want ja, samen, het totaalplaatje, zorgt ervoor dat het een succes wordt natuurlijk. We hebben drie soorten trajecten bij Robin Hood. Het eerste is het leerwerktraject met als doel uitstroom naar een betaalde baan. En daarnaast hebben we nog twee andere trajecten en dat zijn sociale activeringstrajecten. Bij die activering, dat is vaak een opstap naar het leerwerktraject. Wat een leerwerktraject voor sommige mensen nog net een brug te ver is. Zeggen we van nou, is dat een mooie manier om de uren weer op te bouwen, om weer werkritme op te kunnen doen. En te kijken van wat is er nodig om uiteindelijk betaald aan het werk te kunnen gaan. En daarnaast hebben we een dagbestedingstraject. En bij dagbesteding gaat het veelal om een fijne, zinvolle dagbesteding. Onder de mensen zijn, gewaardeerd worden door collega's en juist op die manier een fijne werkplek te kunnen hebben en te houden. Bij de opleiding kun je eigenlijk continu instromen. Dat betekent er is een 10-wekelijkse lessencyclus en daarin kan iedereen elke week starten. Ik ben Clemens Scherpenzeel, bedrijfsleider van het Kruidenhuis en daarnaast ook leerwerkbegeleider en geef ik les. We hebben 40 opleidingsplaatsen per jaar en de leerlingen starten hier in het Kruidenhuis voor 10 à 12 weken. We gaan daarna door naar een andere locatie van Robin Hood. Van scratch om word je opgeleid en naarmate de opleiding vordert krijg je ook taken en wordt het steeds een stukje moeilijker. Robin Hood heeft een aantal locaties van waaruit gewerkt wordt. Eén is het Kruidenhuis in Stratum. Dat is een wijkrestaurant en daar starten alle leerlingen van de leerwerktrek op die locatie. Café Allee op Strijp S, dat is een stadsrestaurant. Daarnaast hebben we Broeinest Café. Daar kun je terecht voor een lekkere lunch. En daarop aansluitend hebben we de Reizende Spijzen, dat is de cateringtak van Robin Hood. Op die manier hebben we heel veel verschillende mogelijkheden voor leerlingen en andere mensen om aan de slag te kunnen gaan. Als zij in gemiddeld genomen een jaar tijd klaar zijn gestroomd om uit te stromen naar een betaalde baan, dan ga ik samen met hen kijken wat voor soort bedrijf het beste bij hen past. Of dat een groot bedrijf is, een klein bedrijf, een hotel of een restaurant. En dan gaan we daar op gesprek. Dat doen we ook gezamenlijk, dus daarin ondersteunen wij ook. En gaat iemand op 1 of 2 maanden een stage volgen daar. Momenteel is er iemand uitgestroomd bij de Centerparks, Camper Venne. Wat een hele mooie locatie is en wat heel veel mogelijkheden biedt. Hoi, ik ben Roland Smolenaars en ik ben leermeesterbegeleider van Christian van Dongen. Het voordeel van mensen zoals Christian, dat is dat je dus een verrijking hebt in je team. Mensen komen binnen, zijn heel erg gierig, ze willen heel graag slagen in de maatschappij. Ze krijgen die kans, ze zijn heel gemotiveerd. En wij zijn eigenlijk gewend om altijd maar aan de zakelijke kant te blijven hangen. En dit soort mensen zetten je even terug met de voet op aarde, geven jou iets meer dan menselijk instinct. En geeft even dat menselijke aandacht voor de mens, zeg maar. En dat hebben we gewoon nodig in een team. Dat in perspectief plaatsend verrijkt het jouw team. Als ik een stukje heb kunnen bijdragen van de ontwikkeling van iemand die eigenlijk minder kans heeft in de maatschappij. En dan als je die groei en die ontwikkeling ziet, dat is schitterend. Dat is toch het mooiste. En dat geeft jou als mens gewoon zo'n voldoening, zo'n mooi gevoel. Ja, beter is er niet. Hoe was je werkdag vandaag? Prima. Ja. En wat heb je allemaal gedaan? Ik heb een hele leuke baan. Ja, als ik ook al een glimlach op een gezicht van iemand ziet, dan maakt het niet uit wat voor traject het is. Een leerwerktraject, een activeringstraject of een dagbestedingstraject. Iemand gewoon met plezier aan het werken is en aan het leren is. Ja, dan daar doe ik het voor. Ja, dan is mijn dag goed. Ja.